President Chandrika Prasad Santokhi trekt zich niets aan van de kritieken die coalitiepartners en andere politieke figuren leveren op het feit dat hij regelmatig werkcommissies instelt. Aanleiding voor deze werkwijze is om gericht te kunnen werken en resultaten te boeken. De realiteit wijst uit dat door bureaucratie er vaker stagnatie optreedt in het werk, zegt het staatshoofd. Het groot probleem van dit land is bureaucratie. Het systeem, moet je wel een voorbeeld. Nu is het aangepast, maar je moest op het formulier van 1800 SRD gaan invullen. Zo stress je bezig vindt. Op een of andere wijze creëert men systemen in het land die bureaucratie inhouden, vertraging inhouden, geen slagvaardigheid, meer ook travasie, meer ook resultaatgericht. Die werkgroepen, die stuurgroepen, resultaatgericht. Bundel deskundigheid van ministeries, bundel expertise van daarbuiten en betrek de lokale gemeenschap. En je ziet dingen daar gebeuren. Vaak is geld niet het probleem. Ministeries hebben toch geld? En waarom kunnen ze niet uitvoeren? Capaciteit is een probleem. Samenwerking is een probleem. En aan de andere kant moet je ook rekening houden. Namelijk door niet de juiste personen te betrekken bij projectuitvoering veel dingen mislukken. De president geeft verder aan dat de samenwerking binnen overheidsstructuren moeilijk op gang komt. Dit zorgt ervoor dat de burgerij eronder leidt. Een andere uitdaging is een tekort aan capaciteit binnen het overheidsapparaat, waardoor zaken niet uitgevoerd kunnen worden. Met het benoemen van werkcommissies wil Santokhi ook burgerparticipatie stimuleren. Ministeries zijn er, we gaan met de ministeries werken. Maar als een wijk bepaalde problemen zijn, ga kijken Wintiwaai, 30 jaar waterprobleem. Alles op toch? Met inzicht van de buurt. Een buurt die best een probleem. Maar als je met architecten en dergelijke had uitgevoerd, zou je 20 miljoen moeten betalen en dan zou het probleem nog niet zijn opgelost. Omdat men niet de echte problemen van de buurt kent. Dus daarom, dit is de werkwijze. Kritiek gaat er altijd zijn. Mijn taak is als president, laat me dat ook weten. Grondwet zegt, de president geeft leiding aan het uitvoerende macht. President geeft leiding aan het uitvoerend beleid en niemand anders. En ik heb ministeries, en ik heb werkgroepen, en ik heb commissies. En we gaan door.